Hi allemaal, zijn we weer met de tweede aflevering van Gepper's Survival Island. Ik heb een klein beetje het een en ander aangepast. Ik heb hier een trappetje gemaakt. Die we nog even wat mooier moeten maken. Maar voor om naar onze toren te komen. Het is op dat andere eilandje nog steeds een enorm feest als het goed is. Met allemaal dieren, zwemmende dieren. Kijk eens hoeveel dat er zijn. En ze houden allemaal een zwemfeestje. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. De enige die het niet overleven zijn de schapen. En die heb ik uiteindelijk wel nodig om wat mooie kleurtjes te krijgen van wol en dergelijke. Om mee te bouwen. En ik ben wat verder gegaan met de mijn. En daar wil ik ook mee verder gaan. Want ik heb het idee dat we of diamanten gaan vinden of een grot gaan vinden. Dus daar wil ik even mee gaan spelen nu. Wat heb ik nodig? Fakkels. Ik wil wat fakkels hebben. Zo. En die zet ik daar neer. En dan gaan we gewoon kijken. Ik heb een trappetje gemaakt om snel makkelijk naar beneden weer naar boven te komen. Zonder dat ik de hele tijd moet springen. Wat weer energie kost. Een bochtje erbij. En ben ik hier aangekomen. Zo. Nou, maar hopen dat we binnenkort toch wel een beetje bij een. Oh, één laag te veel. Hoppatee. Nou moeten we verder omlaag. Ik wil doorgaan tot en met niveau 9. Dan heb ik denk ik alles wel gehad. Misschien wel opgemerkt, de eerste aflevering had wat echo. Als het goed is, heb ik dat er nu uit gewerkt. Kortom, ik had gewoon de tv te hard staan. De microfoon had dat ook allemaal opgepikt. Maar als het goed is, zou dat verleden tijd moeten zijn. Oké. Is daar iemand? Wat gaan we tegenkomen? Ik denk dat we proberen te verlichten. Wat is dat? Hoorden jullie dat ook? Wat is dat? Skelet? Skelet. Zou te horen wel. Goud. Dat is een skelet daar. Habes.
genoeg verricht nu. Dat daar in ieder geval niks meer kan spawnen. Oeh. Eerste skelet. Jee. Zonder dood te gaan. Nou hebben we nog de andere kant. Creeper. Oké, niet erg. Het is maar een grot. Met water. En hier zit niks verder. Zo, hier kan ook niks meer spawnen. Nou, dat was het. Lekker, makkelijk, klein. Zo, water weg. Huh. Weer een stukje overgeeft in ieder geval. Nou, hier kunnen we misschien later nog wel wat mee gaan doen, denk ik. Ik wil eerst gewoon lekker naar niveau 9 nu toe gaan. Want we hebben diamanten nodig. Want ik moet zoveel mijnen en resources verzamelen. Daar heb ik wel een diamant voor nodig. En ik moet een schep gaan maken. Heb ik een schep? Nee, ik heb geen schep. Niet te donker laten worden. Moeten we er wel voor zorgen dat hier natuurlijk niks meer kan spawnen. Nou, gelukkig. Eén klein avontuurtje overleefd. Yay. Weg met dat zand. Ah, redstone. Kijk. Ook altijd leuk. Kunnen we leuke dingen mee maken. Veel redstone. Handig. Zit er nog achter. Oh, die ondergrondse geluidjes. Bedoeld om je aan het schrikken te krijgen. Zo. We hebben goed opgevuld. Hoppatee. Niveau 15, dus dat houdt in dat we er bijna zijn. Dan kunnen we gaan kijken of we... Is dat nou die lava? En hier nog in de buurt wat meer lava. Nou, komen we vanzelf achter. Eerst naar niveau 9. Want dat wisten jullie toch wel. Niveau 9 en 10 zijn ongeveer de beste levels om een mijn te starten. Een strip mine te starten, zoals ze dat noemen. Oftewel, allemaal kleine gangetjes, allemaal dunne gangetjes. Zo uiteindelijk het maximale eruit te krijgen. Level 12. Daarmee ben ik level 11. En hebben jullie nog wat ideetjes om te gaan maken op dit eiland? We hadden al de haven, een kasteel. Of in ieder geval een magische toren. Hadden jullie nog andere ideetjes? Ik wil nog een molen ook gaan maken.
voor de rest zit, dan zien we het nog wel, denk ik. Maar als jullie wat weten, laat het vooral weten. En dan kunnen we kijken wat we daarmee gaan doen natuurlijk. Ik zit op niveau 9. Gewoon eerst even wat rechtdoor. En wat denken jullie? Gaan we diamanten tegenkomen zometeen al? Uiteindelijk moet dit nog wat breder gemaakt worden, hoger gemaakt worden. Want dan gaan we daar zijtakkingen in maken, zodat we als we die kant op gaan, weer zand tegenkomen uiteraard. Maar dat we dan naar onze stripmijn kunnen beginnen. Water. Dat had ik niet besteld. Bellyflop op het water. Dan maar even dicht. Appatee. Weg ermee. En mijn bijl is kapot. Moet ik toch weer naar boven. Niks. Hier. Meer gespand. Heel goed. Ik wil diamanten. Kan ik tenminste veel langer meegaan. Gaat zo'n bel veel en veel langer mee. Het is nacht. Ik denk al, wat hoor ik nou weer? Even slapen. Oh, ik heb houten stokken nodig. Creepers nog ergens. Oh, een zombie met een hoofddeksel. Haha. Wat is dit? Serieus? Haha, verzuikt mijn hekker dan. Kom dan. Nee, niet. Auw. Jee. Kennelijk heb ik nog nooit varkensvlees gegeten. Nu wel. Terug naar beneden. Ik wil diamantjes. We moeten ook nog veel meer ovens maken met al de steen wat we nu verzameld hebben. We gaan slaan, dat helpt niet natuurlijk. Ja, water.
Hoppatee. Gaan we weer. Kijk, hier is gevonden. Nou is het altijd raadzaam om er ook helemaal even omheen te hakken. We willen natuurlijk niet dat het verdwijnt in lava. Dus ik ga altijd de bovenkant en de onderkant haken even los. En de zijkant uiteraard. Kijken van zit er niet lava onder? Zo te zien. Dan hebben we geluk. En aan de bovenkant, ja, daar zit het water. Het is veilig. We hebben gewoon in één keer 6 diamanten. Nou ja. Goed genoeg voor een diamantenbel. Missie in de mijn is in ieder geval geslaagd. Nou, zo gaan we dus eigenlijk door. Dus dan uiteindelijk dan is het ongeveer altijd 1, 2, dan de derde weer. En zo gaan we door. En natuurlijk moet dat ook een beetje mooi uitzien. Gaan we vanzelf weer dingen tegenkomen. Als in een cave die we kunnen verkennen. Misschien dat daar nog wat nuttige resources in zitten. Maar in ieder geval, we hebben onze eerste diamanten. Dus laten we daarvan gaan maken. Een diamantenbel. Daarna gaan we wat ovens maken. Zodat we wat mooie stenen kunnen bakken. Met die stenen kunnen we misschien al een klein beginnetje gaan maken aan de toren. Eerst die diamantenbel. Dat is gewoon belangrijk. Dat moeten we gewoon hebben. Ja! Nou is daarin nog de bedoeling om dan ook te kunnen toveren. Met een tovertafel, zodat we dan ook nog eens een keertje. Wat kunnen we dan nog meer? Een betere bijl maken natuurlijk. Dus ik heb nog een extra furnace nodig. Zo, die zet ik lekker buiten neer. Rrr. Varken. Ja, knor. Zo. Heb ik hier nog kool in zitten? Nee, hier zit ook geen kool meer in. Nou, dat doe ik eventjes. 10 kool in. En ga maar bakken. Daar doe ik ook eventjes. Tien kool in. En ga maar bakken. Hi. Wil je? Wat wil je? Niks? Keer me naar de rug toe? Nee, toch? Ja? Wil je ook een carbonaatje worden? Ja? Oké. Zo. Carbonaatje. Daar doe ik dan natuurlijk ook 10 in. Eerst even mijn carbonaatje braden dan. Wat was dat? Een schaap. Die het overleeft. Ja.
Nee, hierin. Hierin. Maar even in deze kou. Ja, dan moet ik even iets maken. Een lattertje. En een schoffel. Zaadjes nodig. Oh, had ik ook nog niet eens laten zien. Kijk eens. Haha. Kistjes. En daar heb ik mijn zaadjes. Dan kan ik daar even wat tarwe van maken. En dan kan ik hem erin lokken. Groei. Magische groei. Groei. Zometeen niet weggaan, jij schaap. Ah, mijn varkensvlees is ook nog niet verbrand, dat scheelt. En daar gaan we ook. Nou, daar kunnen we iets meer in. Groei. Groei, ik wil mijn schaapje. Schaap? Ja, ja, kan ik je erin duwen? Kom maar, kom maar. Nee, deze kant, deze kant, deze kant, deze kant. Niet daar, nee, niet daar. Nee, niet daar. Nee, 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 daar zijn de wolven. Nee, 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 nee. Nee. Die kant. Die kant. Ja, die kant. Die kant. Kom nou. Werk nou mee. Ja? Nee? Die kant? Nee? Ja? Daarin, 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 daarin. Yes! Ja. Rustig maar, je komt er niet alleen te zitten. We gaan daar nog veel meer van jouw vriendjes in zetten. Ja, bè. Ik moet nog opschieten ook. Ja, even een niveautje hoger. Ik weet zeker dat je er niet meer uitkomt. En nou moet ik nog opschieten ook. Schapen. Ik hoor al wat lopen. Of was het daarover? Is dat? Geluid. Moet er over zijn. Ik ga niet weten wat anders is. Klinkt niet als een skelet of een zombie, want die hoor je tenminste kreunen. Kijk, en dan komt er hier zo'n pad zo naar de toren. Dat wordt geweldig. En daar komt nog steeds mijn haventje waar die bomen nu staan. Hij is toch niet gedespawnd, mijn schaap? Schaapje? Yes, heel goed. Daar ben je. Ja, als je vriendjes er zijn, dan als je meer vriendjes hebt. Ik zal het weghalen voor je. Als je meer vriendjes hebt, stuur ik ze wel jouw kant op. Dan kunnen jullie kindjes maken. Moeten we iets betere opvang zien te vinden. Bak, bak, bak. Nou,
ideetje krijg van wat de bedoeling is. Kijk, de mooiste stenen vind ik zelf altijd de blokstenen. Zo. En dan zit ik eraan te denken. Wat heb ik nog verder nodig? Ik heb hout nodig dan. Maar ik wil hout met steen maken. Om even een ideetje te geven. Even wat hout. Jammer dat ik alleen maar deze houtsoort heb. En voor de rest eigenlijk niet. Hoeveel hout heb ik nu? 15. Nou, kan ik het wel even twee niveautjes mee redden. Zo. Deze gaan weg. Eerst de ijzeren opmaken. Ja. Ja. Deze nodig. Want. Wat wil ik met hout? En wat worden stenen? Dit wordt steen. Dit wordt weer hout. Steen. Hout. Zoals jullie zien, ik heb veel hout nodig ook. Zo. En dat dus. Gaan we zo helemaal hoog maken. Nee, niet zo. Dat is de bedoeling. Dan gaan we een paar levels omhoog maken. Dan zorg ik ervoor dat die wat breder wordt. En in het midden is het uiteindelijk de bedoeling om dan hier zo'n trappetje omhoog te maken. Zo'n wenteltrap helemaal de lucht in. Dus dat gaat goed komen. Nou, het begin staat er. Meer hout nodig, meer hout nodig, meer stekjes maken, meer bomen planten. Ik heb gewoon een grote boomgaard nodig. En wil ik naar de andere eilanden gaan, dan heb ik eerst daar die haven gaan maken, zodat ik daar een bootje kan aanleggen. Moet het wel een beetje leuk houden. Ja, dat gaan we doen. Dus wat ik ga doen, ik ga ondertussen even nog wat meer hout verzamelen. Ik ga een boomgaard opzetten. Ik heb wat meer stenen natuurlijk nodig. En dan zien jullie me de volgende keer weer. Dan gaan we van daarna verder. We hebben in ieder geval nu onze eerste mijn. Mag niet praten tijdens het eten. We hebben in ieder geval onze eerste grot gevonden. We hebben onze eerste diamanten gevonden. Diamanten, hou wil, jee. En we maken een beginnetje aan onze toren. Kijk eens aan. En nog steeds alleen maar water om ons heen. Goed, dat was het weer. Tot de volgende keer. Aflevering 3 gaat binnenkort ook weer verschijnen. Tot dan. Doei doei.